Houden. Een wedstrijd spelen met je vrienden op zondagmorgen. Zoals je dat op zoveel plekken in Nederland ziet. Morgen. Morgen. Dit is FC Eindhoven, een grote voetbalvereniging in de gelijknamige stad. Het tweede elftal speelt al jaren samen en Mark van Rooij is de trainer. Oké, gaan we binnen. Gevarieerde club. Jongens van zeg maar 20 tot 25. Hoger opgeleid, lager opgeleid. Opleiding al afgerond, al aan het werk zijn. Sommigen wonen nog thuis, anderen wonen weer op zichzelf. Nederlandse jongens, jongens van buitenlandse afkomst. Eigenlijk ja, alles door elkaar. Raad eens wie de wissel is. Als ik als toeschouwer naar jullie team kijk, hoe kan ik zien van buitenaf dat jullie vrienden zijn? Denk lastig. Ik denk dat wij op het veld heel anders met elkaar zijn dan naast het veld. In het veld doen we ook een vloek op elkaar en hard op elkaar zijn. Maar dat hoort er allemaal bij. De kansen van de tegenstander komen elke keer vanaf die centraal 16. Niet doen. Een voetbalteam als afspiegeling van de maatschappij. Alle rangen en standen lopen op zondagmorgen dwars door elkaar heen. Maar kennen de vrienden elkaar echt? En maakt het in 2022 nog uit waar je geboren bent? Kan. Alleen de groep is wel zo dat ze zich wel even erbij betrekken. Hoe bedoelt u dat? Nou, los van waar je vandaan komt of je ouders het niveau of opleiding of hoe je het noemen wilt hebben om daar goed mee om te gaan. Worden de jongens er in eerste instantie bij betrokken. Het eerste is, deur is open, je bent welkom en dit zijn wij en we gaan lekker potje voetballen. Sommige spelers kennen elkaar al vanaf hun basisschooltijd, zoals linksback Stan. Hij vormt samen met zo'n 5-6 anderen de kern, zoals ze dat zelf noemen. Waar de verschillen tijdens hun kindertijd nog klein waren, ziet hij ook dat hun wereld, nu ze twintigers zijn, verandert. Je ziet sommige mensen om je heen die hebben al een hele goede baan voor je eigen leeftijd, een huis, dingen op orde, rijbewijs, simpele dingen. En af en toe geeft dat je wel bepaalde druk van, dit moet ik ook hebben op dit moment. Middelbare school is natuurlijk makkelijk om met de groep mee te doen en we bewegen met z'n allen mee. Maar op een gegeven moment gaan ze toch wel nadenken van, hey, is het dat wel van mij? Hè? Moet ik daar wel ook zo mee omgaan of vind ik misschien iets anders? De oudste van het team is Stan, door zijn lengte ook wel langer genoemd. Hij heeft het volgens zijn teamgenoten prima voor elkaar. Goede opleiding en een goede baan. En dat maakt anderen nieuwsgierig. Er zijn wel een aantal momenten geweest natuurlijk dat personen bij mij zijn geweest om het daarover te hebben. Maar ik moet wel zeggen, we zijn wel echt een vriendengroep. Het is een beetje, ja, we doen alles zeg maar wel samen, maar niemand praat heel erg meteen over zijn gevoel of je zal er meteen mee komen. Als je echt die gesprekken gaat voeren, dan is dat meestal, als je wat langere tijd al bij elkaar bent op een avond of zo, dan komen dat gesprekken meer naar boven. Maar het zal nooit zijn dat iemand mij belt om een probleem bij mij neer te leggen en het daarover te hebben. Bij vrijwel alle jongens staat Eindhoven als geboorteplaats in het paspoort. Maar verschillen zijn er, ook vanwege de verschillende culturele achtergronden. Kom maar Lijs, kom maar Lijs! Actie, actie, actie! Mark houdt er soms rekening mee, juist om het team goed te laten presteren. Bij de ene speelt dit en bij de andere speelt dat. Als de ene een keer direct zegt van dit moet je anders doen of dat gaat niet goed, dan kan ik hem net zo goed naar je sturen. Die raakt geen bal meer. En bij een andere hoort dat jij nou juist, hè? Dat pakt hij dan op en dat komt bij hem binnen. Ik ben wel altijd heel direct, ik zeg wel gewoon zoals het is. Want dan pas kan je discussiëren op de juiste gronden. Want als je eromheen draait en ja, waar ga je over discussiëren dan? Zo'n slap gezever. Hou die focus erop, blijf voetballen, blijf die duels winnen. Kan echt, hè jongens? Maak die kansen af en achterin houd het gewoon dicht. Met wie heb jij meeste raakvlakken? Ik denk bijvoorbeeld in ons team Berk, ik, Eren en Serhat zijn de enige Turkse, dus dat is eigenlijk vanzelf trekken dan een beetje naar elkaar toe. Maar ja, er zijn altijd kleine groepjes binnen het team, maar het botst niet. Het botst niet, het sluit goed op elkaar aan. Waar begrijp je elkaar soms niet? Ik denk misschien dat bij ons team is het dan het cultuur, bijvoorbeeld de meeste Turkse van ons team, die drinken dan bijvoorbeeld niet, terwijl de
Nederlanders wel wat meer drinken, om zo maar te zeggen. Misschien is dat de enige wat een beetje anders is, maar voor de rest merk ik echt geen verschil tussen ons. Het is alleen dat we een ander drankje op drinken. Hoe is het om nu twintiger te zijn? Trainer Mark is de enige uit het team die het verschil kent met vroeger. De maatschappij zat wel iets anders in elkaar. Dat was in de opleidingen op de scholen, nu wordt er gesproken met die jongens. Toen werd er tegen je gesproken, op een hele andere manier. Dus het is gewoon 180 graden omgedraaid. En welke invloed heeft sociale media nu op het leven van twintigers? Ik denk dat de druk op jongeren steeds groter wordt. Je ziet alles, iedereen heeft er naar zijn zin. Iedereen is op de beste vakantieorde. Je hebt influencers die de beste dingen laten zien met de mooiste kleding. Alles moet strakker. We zijn er allemaal wel heel gevoelig voor geweest. Maar ik denk naarmate we ouder worden en waarschijnlijk ook omdat we onze vriendengroep iets kleiner houden. We hebben elkaar en weten wat we aan elkaar hebben. We hoeven onszelf niet anders voor te doen dan we zijn. Dus we hoeven niemand voor de gek te houden. En dan maakt het fijn. We zijn er wel zelf bij om de maatschappij te accepteren zoals die is of te veranderen zoals die is. En daar je weg in vinden, dat is wel een uitdaging. Ja. Je moet vooral met jezelf kunnen leven, je moet vooral met jezelf door een deur kunnen. Dat kan uw elftal? Ja. Ja, en denk geen enkele uitgezonderd.